Dag allemaal weer, welkom bij Tusculana Disputationes van Cicero, boek 1, paragraaf 100, filmpje 3. We zijn in regel 57 tot 60 en het gaat nog steeds over die Spartaan die eigenlijk de dood werd veroordeeld en daar lachend naar zijn bestraffing toe ging. En toen werd hij gevraagd van, heb je zo'n minachting voor de wetten van Lycurgus, de oude wetgever van Sparta? En toen heeft hij geantwoord. Dit. Ego vero illi maximum gratiam habeo, qui me ea poina multaverit, quam sine mutuatione et sine versura possem dissolvere. Ik echter heb zeer grote dank, wat de grootste dank, illi dativus, van ille, denk aan het rijtje, ille, illius, illi, illum, illo, dus voor hem, die mij, dit is dan ablativus, met die straf, met die bestraffing, heeft bestraft. Dit is een conjunctivus perfectum. Hè? Multare is het werkwoord, multavi, maar dan staat hier multaverit. Die conjunctivus staat hier in een betrekkelijke bijzin. In deze situatie heeft dat meer een soort van reden aan. Je zou het woordje immers kunnen toevoegen. Die mij immers, of omdat die mij met die bestraffing heeft bestraft. Welke bestraffing? Ea poena quam, die bestraffing die possem, dus ik, die ik zonder het lenen, zonder te lenen en zonder een geldlening zou kunnen voldoen. Dissolver is eigenlijk op slot oplossen, hè. Denk aan to dissolve, maar als het over een schuld gaat, is het gewoon afbetalen of voldoen. Hier een conjunctivus imperfectum. Dat zit in de relatieve bijzin. En het is soort van een definitie van die straf. Wat voor straf is het? Nou, het is eentje die je zonder lening kan voldoen. Alleen is het zo dat het natuurlijk wel een conjunctief imperfectum is. Omdat die bestraffing in de verleden tijd heeft plaatsgevonden. Hè? Want hij is nu is hij dankbaar dat die straf is uitgedeeld. Die hij toen dus zou kunnen voldoen, of na de hand zou kunnen voldoen, vandaar dat die verleden tijd hier ook doorkomt. Je zou het ook met zou kunnen vertalen hoor, dat is, wordt het half irreëel, maar het is toch meer een soort van definierende conjunctivus. Deze twee woorden had ik in de aantekening uitgelegd. Dit is gewoon een lening, hè. Als je iets van iemand leent, dan weer teruggeeft, niks in de hand, zonder rente of zo. Maar dit is echt een beetje een economische term, een geldlening die je dan leent. Voor de aflossing van een andere schuld. Hè. Verteren is omwisselen als het ware. Dus je wisselt de ene schuld in voor een andere. Nou ja, dus dat is altijd een beetje irritant als je zo'n straf krijgt. Hè, dus je wordt met een boete bestraft. Dan moet je toch geld lenen om die boete te kunnen betalen. Eventueel ook wel met rente. Maar dat hoeft in dit geval niet, want hij kan gewoon met zijn leven betalen. Lekker makkelijk. Nou ja, dat is een echte Spartaan natuurlijk weer. En dan roept Cicero uit vol bewondering. O virum Sparta dignum. O man Sparta waardig. Hè? O wat een man. Hoe waardig is die man van Sparta of zo. Hè? Dus hoe past die man bij Sparta. Het is een uitroep, een exclamatio uiteraard. En dan het laatste zinnetje. Ut mihi quidem qui tam magno anima fuerit innocens damnatus esse videatur. Daar ontbreekt het een en ander aan het begin. Want we beginnen meteen met een oetzin, met een conjunctivus. Zoals je kent, oets met conjunctivus is zo dat of zo. Maar je kunt dus aanvullen in gedachten van tam dignum, zo Sparta waardig dat hij lijkt, dat hij de indruk wekt op mij, althans. Mihi quidem, mij althans. Dat hij mij althans, de indirect al wel, dat hij mij althans lijkt. Wat lijkt? Nou, innocent damnatus esse. Nou, dat snappen we denk ik wel, hè. Dus onschuldig veroordeeld te zijn. Dat hij op mij de indruk wekt onschuldig veroordeeld te zijn. Dat hij mij onschuldig veroordeeld lijkt te zijn. En die, over die hij, hè, wordt natuurlijk nog een zinnetje gezegd. Qui tam magno animo fuerit. Die letterlijk met zo'n grote geest was. Het is een ablatief van eigenschap. Je kunt ook van zo'n grote geest of zo, of je vertaalt het eventjes vrijer, die zo'n grote geest had, die zo grootmoedig is geweest. Dat kan je uiteraard ook daarvan maken. Nou, daar moet ik natuurlijk nog wat over zeggen. Hier, wat hier mist, is natuurlijk een ellips.
Deze koei is niet echt een woord waar het naar terug verwijst. Dus je zou kunnen zeggen dat het een soort van relatief met ingesloten antecedent is. Ablatief van eigenschap heb ik al gezegd. Deze cognitief is hier zo fuerit. Net als multaverit. Het is een cognitief perfectum zoals je kunt zien. Hier in de relatieve bijzin. Ook weer dat causale, dat redendgevende zit daar een beetje in. Of het definiëren, wat we hier juist weer zagen. Hij is hij lijkt onschuldig veroordeeld te zijn. Hij, die, zo is dat hij, zo was dat hij, dat is definiërend. Of omdat hij, of hij die immers, dat is de causale vertaling, grootmoedig was. Je voelt een beetje aan wat ermee bedoeld wordt. Hier, vediatur is natuurlijk een deponens, want het is een vormpje van videri, een passieve van videren, dat is eigenlijk altijd lijken of schijnen. Hier met een infinitief is erbij gezet, dan noem je dat ook wel een nominativus cum infinitivo, maar het komt dus al vaak voor in dit geval, dus niet zo heel erg ingewikkeld. Waarom wordt hij nou ook weer zo onschuldig? Waarom lijkt hij onschuldig te zijn voor Cicero? Nou, omdat hij zo goed grootmoedig was bij zijn dood. Dat zou eigenlijk zijn bestraffing onnodig maken, als het ware. Volgens Cicero. Goed, tot zover. Hierna verder over Sparta. Dag.